Breda Nu. Je weet het meteen. Goedemiddag, wat is hier precies aan de hand? Goedemiddag. Nou, wat hier aan de hand is, is dat wij vandaag met zo'n ongeveer 125 Bredanaars, nieuwe en oude Bredanaars, naar het kerstcircus in Etten-Leur zullen gaan. En wat gaan jullie daar doen? Wij gaan daar genieten van een hele mooie voorstelling, met z'n allen. En wie is met z'n allen? Nou, zoals ik net al zei, dat zijn eigenlijk zowel de oude als de nieuwe Bredanaars. Buddy to buddy. Wat houdt de dag precies in? Nou, we zijn hier nu aan het verzamelen en we zullen dadelijk met z'n allen in de bussen gaan van Arriva, die ze gesponsord heeft, waar we natuurlijk echt super blij mee zijn. En dan gaan we richting Etten-Leur. En door wie wordt het in het algemeen allemaal betaald? Het wordt betaald door mensen die ons eigenlijk sponsoren. Samenwerking. Ja. Samenwerking. En wie waren dat allemaal, zei je? Nou ja, via Betrokken Ondernemers Breda hebben wij in samenwerking met Arriva twee bussen gesponsord gekregen. Waar we mee naar Etten-Leur zullen rijden. En het kerstcircus natuurlijk. Kevin van Geet, de circusdirecteur, heeft ons heel veel kaarten geschonken. Dus geheel vrijblijvend daarmee zullen wij gaan. Ja. Helder, en hebben jullie er een beetje zin in? Ja, keiveel. Dat is in koor, ja, hè? Ja, misschien, jullie kent iedereen wel, denk ik. Atje Kuiken, die woont in Breda. En die heeft nog een... die zit in de Tweede Kamer en die doet asielbeleid, onder andere. En die heeft ons nog een kerstboodschap gebracht. Via vanaf haar vakantieadres. Mag u die nog even laten zien? Tuurlijk. Hallo stadsgenoten, ik wens jullie een hele fijne middag toe. En ik hoop dat jullie een beetje trots zijn op jezelf. Ondanks alles wat jullie hebben meegemaakt, hebben jullie al zo hard gewerkt, geknokt om echte Bredana's te worden. En Anna en Hanna, wat zijn jullie toppers. Een visitekaartje voor onze stad. En dat geldt ook voor alle andere buddies. Daarom heel veel plezier vanmiddag. Jullie hebben het verdiend. En ik wens jullie een heel liefdevol en mooi 2017. Kijk, hier zijn nog wel veel de muzikant in huis. Ja, goed gedaan. Ik denk het. Breda Nu. Je weet het meteen.